Daar ben ik weer. Goedenavond allemaal. Oh, superleuk dat je kijkt. Ik ga vandaag 5 toptips geven om nog meer vogels te herkennen. Ah, staat goed. Ik heb het voor mezelf in spiegelbeeld. Dat is heel handig, maar gelukkig zie ik het hier wel goed. Als het goed is, dan kun je het goed zien. Kan je hem ook goed horen? Wil je even laten weten of je me goed kunt horen? Even check, check. En dan kan ik meteen even, ik zie al een duimtop. En ook even iets typen, dan weet ik of de comments zelf die aan zijn. Want soms dan werkt dat niet helemaal goed. Dat zou heel erg helpen als je dat eventjes doet. Jeroen, leuk dat je bent. Desiree, leuk dat je er bent. Ja, kijk, top. Diana, super. De comments werken. Alles werkt. Goedenavond, Ton. Super leuk dat je er bent. Ja, ik zie alles werkt. We gaan van start. Ik ga het vandaag hebben over 5 toptips om nog meer vogels te herkennen. Het kan dus zijn dat je beginnend vogelaar bent. Nou, dan zijn er tips om meer vogels te herkennen. En als je al wat verder bent, dan zit er vast wel iets bij waardoor je nog meer vogels leert te herkennen. Leuk dat je er bent, Gini. Super. Ik vind het altijd belangrijk om, ook ik heb... Voor mij is vogels kijken, doe ik al meer dan 30 jaar. Dat is voor mij heel normaal, heel natuurlijk. En ik heb de laatste tijd geleerd dat wat voor mij normaal is, niet voor iedereen dat is. Dus ik dacht, ik ga eens even wat dingen op een rijtje zetten. En zo kom ik dus op de 5 toptips om nog meer vogels te leren herkennen. En de eerste, ik wil even het goede knopje drukken. Komt die of niet? Daar is die. Tip 1. Dat is eigenlijk een hele... Is dat goed in beeld? Ik zie het niet helemaal. Even hoor. Ha, Thomas, leuk dat je kijkt. Hij doet een beetje moeilijk. Maar hier staat in ieder geval... Tip 1, begin met de veel voorkomende soorten. Dat is iets wat ik als jonge vogelaar had. En dat is misschien ook omdat je als kind... Is het ook anders. Maar je wilt... Het liefst zeldzame vogels, dat spreekt toch echt tot de verbeelding. En de pimpelmees, hele normale vogel, maar ook een hele leuke vogel. Die zit gewoon bij je in de tuin, die kun je hartstikke goed zien. En doordat ze zo dichtbij komen, kan je ze ook goed bestuderen. En dan leer je hun gedrag, hun geluiden, de geluiden die ze maken. Want ze maken allemaal verschillende geluiden. Ze hebben zang, ze hebben contactroep, ze hebben alarmroep, allemaal van die roepjes. En als je dan begint met de simpele, want er zijn geen simpele vogels, maar de veel voorkomende vogels bij jou in de tuin, bijvoorbeeld, of die je in het park tegenkomt, als je een ommetje aan het maken bent, en je kent die, dat is al echt een hele stap. En dat is vaak al echt een hele uitdaging om al die soorten die je vaak zat ziet, om die te herkennen. En het gaat erom dat je die vogels leert herkennen in een flits. Dat je gewoon, hoor je maar één fractie van het geluidje, of zie je één flits. En als je dan herkent, dan ben je al een hele goede vogelaar aan het worden. En begin daar. En ik had als klein jochje, wilde ik altijd super zeldzame vogels zien. Dat sprak tot de verbeelding. Hoi Leni, leuk dat je kijkt. Kees, leuk dat je er bent. En ik vond het vroeger altijd super cool. Echt zeldzame vogels. Dan had ik wel eens zo'n dag, dan ging ik voor de super zeldzame vogels. En dan kwam ik natuurlijk geen super zeldzame vogels tegen. Want ze zijn zeldzaam, dus je ziet ze gewoon niet vaak. Maar... Wat ik heb geleerd door de jaren heen, zal de leeftijd op een gegeven moment ook wel weer zijn, dat het ook gewoon leuk is om de vogels in je tuin te bestuderen. Dus de pimpelmezen, het roodbosje wat in de tuin zit te hippen en mooi zit te zingen. De merel die prachtig op het dak zit te zingen, echt super mooi. Rob. Ja, bedoel je met dat tekentje dat je dit niet helemaal goed kan lezen? Hier staat, ik geef 5 tips. Hier zie je het beter, om meer vogels te herkennen. En de eerste tip is begin met de veel voorkomende soorten. Ik zie dat de kleur niet helemaal handig is. Dat is weer een les voor de volgende keer. Maar daar had ik het net over. En dan ga ik nu, deze is als het goed is wat beter te zien. Sluit eigenlijk wel een beetje aan bij tip 1. Dat is start vanuit huis. Helemaal in deze tijden, deze vreemde, bijzondere tijden waarin we gewoon... veel meer aan huis gekluisterd zijn en huisgebonden zijn. Als je bijvoorbeeld in de tuin allemaal vogels hebt en je leert die als eerste kennen, dan zul je zien dat je later, als je wel weer overal
Oh, sorry. Ik zie nu de comment van Rob. Die zegt, die had zo'n smiley gedaan met zo'n vergrootglas. Ik denk, of iets van een iets om mee te kijken. Ik denk, je kan het niet goed zien. Maar je bedoelde dat je aan het kijken was. Superleuk dat je er bent. Guida is er ook. Tof. Hartstikke leuk. Maar tip 2 om meer vogels te herkennen is, begin gewoon thuis. Kijk welke vogels er in je tuin voorkomen. Kijk ook of je ze allemaal herkent. En het belangrijke bij vogelherkenning is dat je echt goed kijkt, echt goed die vogels bestudeert. Ik krijg wel eens van mensen die zeggen dan, ja, er zat laatst bij mij een vogel in de tuin of in de park. En die was bruin. Die had zo'n, die snavel, een beetje gekke kleur was dat. Ja. Ja, wat zou dat zijn? Ik heb geen idee. Het kan een eend zijn. Het kan een hegemus zijn. Het kan een nijlgans kan het zijn. Daar heb je niet zoveel aan. Als je dat soort vage omschrijvingen hebt. Je moet heel goed kijken van hoe groot is die vogel ongeveer. Vergelijk met soorten die je al wel kent. Was die net zo groot als een roodbosje? Of was die net zo groot als een merel? Of was die net zo groot als een gans of een eend? Dat soort dat is een detail. Tenminste, het lijkt een detail, maar dat is wel heel belangrijk. Andere dingen. Welke kleuren hebben ze? Hadden ze bijvoorbeeld, en waar zitten die kleuren? Bijvoorbeeld een roodbosje, oranje borst, heel belangrijk. Loopt door tot boven de ogen. Grijs kapje en een bruine rug. En dat grijs loopt ook helemaal door tot onderaan de poten. De poten zijn grijs, zoals je hier kunt zien. En het snaveltje is heel fijn. Fijn snaveltje en een heel donker snaveltje. En dat soort details, dus hè, schrijf die allemaal op. Of maar kijk, wat je tegenwoordig ook veel makkelijker kan doen, dus even een foto ervan maken. Maar om jezelf het te leren waar je op moet letten, want je hebt soms momenten, dan kan je geen foto maken. Of dan zit die te ver weg en dan moet je juist op die details letten. En dan moet je echt heel erg goed kijken welke details zie je. Hoe groot, nog even opzommend, hoe groot is die vogel ongeveer? Even vergelijken met soorten die je al kent. Welke kleuren hebben ze en waar hebben ze die kleuren? Dus niet, hij was juist zwart met geel. Ja, dat kan bijvoorbeeld een koolmees kan het zijn, maar het kan ook een... moet ik even denken, dan maak ik het zelf wel ingewikkeld. Een andere vogel zijn. Dat soort dingen, daar moet je echt heel goed op letten. En ook wat voor snavel hebben ze, wat is de pootkleur? De snavel, was die dun, zoals dit, een roodbosje, is een insecteneter, die hebben altijd fijne snaveltjes. Een mus heeft dat zijn zaadeters, net als vinken, die hebben wat dikkere snavel. Een appelvink bijvoorbeeld heeft echt een hele forse snavel. Roofvogels hebben weer een haaksnavel, net als uilen. Een eend heeft weer een eendensnavel, zo'n platte snavel. Maar ook daarbij zijn er allerlei verschillen. Dat soort details, als je dat opschrijft op een goede manier, ook bij bekende vogels, maar eens proberen voor jezelf van, dan zie je ook dingen die je, want bijvoorbeeld als ik nu zeg, omschrijf een koolmees. Nou, dan weet je, hij is geel met een zwarte stropdas, maar... Wat voor kleur hebben de wangen? Oh ja, die zijn wit. Die stropdas, hoe ver loopt die door? Nou, dat is bij een mannetje en vrouwtje weer anders. Dat soort details, als je dat leert... Ach ja, tuurlijk. Ik zei net welke vogel schil met zwart. Ja, dat is een koolmees, maar dat kan natuurlijk ook een wielerwal zijn. Ach, wat dom. Het is hartstikke goed. Dankjewel, Rob. Super. Ja, dat is ook heel goed. Ik zie Ton zegt, de houding is ook heel erg belangrijk. Volgens een koolmeesje, dat lijkt een beetje een bolletje. Maar je hebt ook vogels die hebben echt een wat meer langgerekt lichaam. En hoe ze bewegen is ook belangrijk. Hippen ze op de grond? Of waggelen ze? Hè? Bijvoorbeeld een eend. Of er zijn ook vogels die eigenlijk nooit op de grond zitten. Bijvoorbeeld gierzwaluwen. Die vliegen alleen maar. Dat soort details. En hoe snel vliegen ze? Hoe snel is de vleugelslag? Dat soort details. En dat lijkt nu heel veel, is het ook. Maar als je begint met vogels kijken en je gaat bij de gewone vogels ook op dat soort dingen letten, dan zul je zien, dan leer je heel snel veel meer over vogels. Ik ga even proberen naar de volgende sheet te gaan. Daar is die. De geelgors, super mooie vogel. Die kom je veel ik woon in Ede, op de Edese hei zitten ze nog behoorlijk wat. Dat is echt een hele mooie vogel. En tip 3, dat is maak een lijst met de vogels die je gezien hebt. En dat lijkt, waarom zou je dat doen? Nou, ten eerste is het heel leuk om lijstjes bij te houden. Tenminste, dat vinden heel veel mensen leuk om lijstjes bij te houden.
Maar dan weet je ook van, hé, die vogel, oh, die heb ik al wel een keer gezien. Dat onthoud je vaak ook wel. Maar als je begint met vogels kijken, dan heb je misschien 10 vogels gezien. Maar als je bedenkt, er zijn er in totaal meer dan 500 gezien in Nederland. Dat is dan alleen Nederland. Ja, dan helpt het heel erg als je een lijstje maakt. En dan kan je ook kijken met andere vogelaars als je dingen bespreekt. Dat ze, hoeveel heb jij op je lijst, niet om op te scheppen of zo. Maar een beetje te kijken hoe actief iemand is en of hij goed oog heeft voor vogels. Dat is wel heel dat is handig om te doen. En de tip die ik dan altijd geef is, maak een account aan op waarnemen.nl. In Vlaanderen zal dat zijn waarnemingen.be. Dus in Nederland is het waarnemen.nl. En waarnemingen.be in Vlaanderen. En Tom geeft nog als tip voor de vorige, is dat de ANWB vogels begin tot eind noteren. Ja, dat is hartstikke handig. Ja, Gini, dat heb je ook gedaan. Dat is hartstikke leuk werk. Ja, dat is echt leuk. Je komt al soorten tegen in het begin die je nog helemaal niet kent. Dan denk je, hé, die wil ik zien. Want dat is natuurlijk tof. Als je dingen tegen, nieuwe dingen. Nieuwe dingen leren is altijd leuk. Bij vogels nieuwe soorten zien is altijd leuk. Het heeft echt iets om een vogel te zien die je nog nooit hebt gezien. En dan, als je bijvoorbeeld de vogelgids erbij pakt, dan leer je, hé, die vogels zijn er ook. Oh, die zijn er ook. Nou, dan kan je op waarneming.nl of waarnemingen.be. Ik heb vanaf nu even alleen over waarneming.nl. En dan bedoel ik ook waarnemingen.be. Dan kan je zoeken op soort. Bijvoorbeeld dan zoek je op geelgors. En dan kan je zien waar is die de afgelopen dagen bijvoorbeeld gemeld door mensen. Dat betekent niet dat je garanties hebt dat hij er zit en dat je hem daar kan zien. Maar het betekent wel dat je kans hebt om hem daar te zien, omdat hij daar gezien is. En dan weet je dus een beetje waar je op moet letten. Dan weet je meer waar je op moet letten. Dan kan je bijvoorbeeld denken, hé, de geelgors, die zou ik heel graag willen zien. Dan zoek ik even het geluid op. En dat doe ik op mijn app of gewoon op de computer. Je kan ook gewoon googlen. En dan kom je op het geluid en dan prent je het geluid in. Of je speelt het, je moet het niet in het veld afspelen tijdens het broedseizoen. Want dan raken de vogels helemaal van slag. Dan denken ze dat er een concurrent is. En dat is dan niet zo, dan gaan ze helemaal druk maken. Terwijl ze energie moet stoppen in het voortbrengen van of verzorgen van de jongen. Of het vrouwtje dat zit te broeden. Maar als je thuis dat geluid afspeelt, of je doet het in het veld met oordopjes in. En dan weet je, hey, oh ja, dat was het. Want geluiden vergeet je nogal wel eens. Helemaal als je er net mee begint. En dan ben je in het veld. En dan hoor je, hey, oh gosh, tof. En dan weet je waar je moet, als je dan ook nog leert waar je moet zoeken. Dan bijvoorbeeld een geelgors of een appelvink, dat zijn twee verschillende soorten. Appelvink zit altijd heel hoog boven de boom, heel vaak. En de geelgors die zit op de rand van hei en bos. En die zit daar vaak op van die wat kleinere boompjes als berken en zo. Dat is echt mooi om te zien. Dan weet je ook een beetje waar je moet zoeken. Dus dat kan heel erg helpen. En waarneming.nl kan je daarbij bij helpen. Dat je weet waar je moet zoeken en hoe je moet zoeken. Dat leer je weer door andere dingen. Wat ook nog belangrijk is, is dat je ook kan kijken als je in een gebied bent. Een gebied, dan wil je bijvoorbeeld kijken welk gebied ga ik morgen naartoe. Of als de corona beperkingen voorbij zijn. Ik ga bijvoorbeeld naar de Oostvaardersplassen. Een bepaald deel daarvan. Nou, wat is daar gezien de afgelopen dagen? Dan kan je een beetje kijken wat je tegen zou kunnen komen. En dan moet je altijd nog verder zelf opletten, want je kan ook weer nieuwe dingen ontdekken. En als je het dan invoert op waarnemen.nl, dan kunnen andere vogelaars het ook weer zien. Normaal gesproken, nu zijn er allemaal blokkades of dingen worden geblokkeerd, omdat anders, als er een zeldzame vogel zit, allemaal vogelaars uit het land er naartoe gaan. Dat willen ze nu niet hebben, wat ik ook wel snap. Maar het is wel jammer, want het voorjaar is echt de tijd van de spectaculaire soorten. Maar goed, ook gewone vogels zijn mooi. Dus kijk maar in je tuin of bij je in de buurt en je zult zien dat je superveel ziet. Dan gaan we naar de volgende. Dat is tip 4 van 5. Tip 4 is leer vogelgeluiden herkennen. Eigenlijk heb ik dat net al een beetje genoemd. Als jij vogelgeluiden kent, herkent, dan weet je wat je hoort. Ja, dat klinkt logisch natuurlijk. Alleen, als je door het bos loopt en je hoort bijvoorbeeld een appelvink, maar je weet niet hoe een appelvink klinkt, ja, dan zie je hem ook niet. En dan hoor je hem dus eigenlijk ook niet. Ja, dit is de zwarte mees. Als je bijvoorbeeld een zwarte mees wil zien, het geluid, dat is eigenlijk, je moet een beetje weten waar je moet zoeken. Bijvoorbeeld een naaldbomen, een naaldbosbewoner. En
Het geluid is heel specifiek. Alleen het is niet zo'n opvallend geluid. Dus leer het geluid uit je hoofd. Doe een cursus vogelgeluiden bijvoorbeeld. En je zult zien dat je daar echt heel veel van leert. En dan leer je dus, hé, dat is die vogel. En als je begint bij de vogels vlak bij je huis, dan ken je die. En dan weet je, als je in het bos loopt of ergens anders, hé, dat is niet die vogel. Snap je? Dus dat soort dingen, dat is echt heel erg belangrijk om te leren. Even kijken, ik zie Tom die zegt, nou, dit is een zwarte mees, klopt helemaal. Gini zegt, koolmeesje, lijkt hij wel op, maar hij is ietsje kleiner. Ja, dat zie je hier dus niet. Maar en hij heeft ook niet een gele borst, hij heeft ook geen streep op zijn borst. Zie je? Dat soort details maakt dit een zwarte mees en geen koolmees. En ook is een zwarte mees is gewoon grijzer. En een koolmees is meer een beetje groenblauw op de rug. Nou, groen is meer. En die heeft echt een zwarte kop. Witte wangen hebben ze ook allebei. En koolmees heeft echt die... Het mannetje heeft helemaal doorlopend die stropdas. Bij het vrouwtje stopt die hier ongeveer. En bij het mannetje loopt dus helemaal door tot onderaan de buik. Dat soort details, dat maakt dit een zwarte mees en geen koolmees. Dus, en deze leven dus in een naaldbos. Daarvoor is het dus handig als je weet wat voor biotoop die beesten inkomen. Alleen een stilstaand... Ah, daar ben ik weer. Top. Even kijken. Het had gekund... Ja, lijkt een beetje op een vrouwtje koolmees, maar echt, het is helemaal geen stropdas. Een vrouwtje heeft toch een beetje een streepje hier. En het is ook geel. Het is echt bruin beige is dit. Dus, dat soort details zijn super belangrijk. En vogelgeluiden helpen je echt om meer vogels te leren kennen. En kan tegenwoordig als je toch nu veel thuis zit... Ik zou zeggen, pak een app erbij en ga dat uit je hoofd leren. En begin bij de eenvoudige soorten. Even kijken, Ton zegt, zangvogels verraden ook roofvogels met alarmgeluiden. Zo vind ik altijd sperwe, havik en buizerd. Ja, dat klopt. Dat is echt heel tof. Als je bijvoorbeeld de pimpelmees hebt, die hebben de zang. Dus dan ken je dat, de zang. Maar die hebben een roepje, wat daar heel erg op lijkt. Alleen wat net... een stuk net nog een fractie hoger is qua toonhoogte. En mooie is, een sperwer die kan het niet horen. Echt heel hoog piep. Maar dat ligt dus buiten het gehoorbereik van een sperwer. Dus die sperwer komt aanvliegen door de tuin. Alle vogels zijn weg. En dat komt dus omdat ze elkaar waarschuwen zonder dat die sperwer dat doorheeft. Het lukt natuurlijk niet altijd, want de sperwer die weet heus wel eens een maaltje bij elkaar te scharrelen. Maar heel vaak hoor je inderdaad die hoge geluiden, hele goede toevoeging, Tom. Echt een heel hoog geluid, alarmroep. En daardoor vind je heel vaak, dan hoor je dat en denk je, hey, er komt een sperwer, buizerd of een havik bijvoorbeeld aan als je in het bos bent. En dat is echt heel tof. Ja, in je tuin kan trouwens ook een sperwer. Dus als je dat soort details, het zijn ook details, maar dat soort finesses weet te leren, dan zul je zien, dan ga je veel meer zien, veel meer opmerken. Maar goed, als je net begint met vogels kijken, dat is helemaal niet erg. Je moet ergens beginnen. En dan kom ik bij mijn laatste tip. Oh, dat klopt niet helemaal. Wat ik hier had willen typen, is... geniet van alle vogels en van het buiten zijn. Want wat is er nou vervelender... Een Vlaamse jay, ja, een Vlaamse gaai inderdaad. Ja, tegenwoordig heet hij de gaai, maar voor mij mag ik een Vlaamse gaai zeggen. Want wat is het nou als je buiten bent en je bent alleen maar op zoek naar bepaalde vogels. Of je wilt per se al die geluiden herkennen. Dan word je helemaal gek en dan is het niet meer leuk. En waarvoor ben je ook weer begonnen met vogels kijken, vogels luisteren? Dat is omdat je het leuk vindt. Dus dan heb je de hele idee waar je door je bent begonnen, ben je kwijt. Dus doe dat niet. Laat je niet gek maken. En geniet van alle vogels die je ziet. Of je nou weet hoe ze heten of niet. Dat maakt echt niks uit. Dat komt vanzelf wel. Als jij genoeg interesse hebt in vogels en je neemt de tijd en je hebt geduld en je wilt leren, dan ga jij echt die vogels leren kennen. Alleen duurt het misschien bij de een wat langer dan bij de ander. Maar dat is helemaal niet erg. En niet iedereen is genetisch besmet zoals ik. Ik ben gewoon als jochie al begonnen met vogels kijken. En dan is het
dan zit het er gewoon van nature in. En als je wat later begint met vogels kijken, dan moet je iets meer moeite doen om het te leren. Maar geniet ervan, dat is het allerbelangrijkste. En je bent lekker in de natuur, dus echt fantastisch. Echt helemaal je hoofd leegmaken. En als je gaat zorgen maken of gefrustreerd raakt, dan is het helemaal niet leuk. Dan moet je wat anders gaan doen. Dus geniet er gewoon van. En, dan heb ik ook nog een bonus tip natuurlijk. Dat is ook heel belangrijk. Want wat natuurlijk ook zo is, ik weet niet of je het kan lezen. Oh nee, hier is alleen een bonus tip. Ja, als ik zo doe, maakt niet uit. Maar de bonus tip is, let ook goed op andere beesten die je ziet. Want er zijn niet alleen vogels, maar ook bijvoorbeeld zo'n schattig eekhoorntje. Die kom je ook regelmatig tegen als je bijvoorbeeld in het bos bent. Echt zo super schattig zijn die. Zien ze eruit. Het zijn wel echt, het zijn rovers. Ze roven ook al nesten leeg van merels en dat soort spul. Als ze de kans krijgen en mezen. Maar dat zijn hele leuke dieren om te bestuderen ook. En die springen van tak tot tak en zitten achter elkaar aan, soms rond de boom, fantastisch. Of je komt een ree tegen, of wat nog meer, wilde zwijnen, edelherten. Sommige delen zitten damherten en wie weet zelfs een keer een das. Ik heb een keer een das gezien, een aantal keer, echt super tof. Of vossen, die kom je ook wel eens tegen. Zelfs een boommarter kan je tegenkomen, wezels, bunzingen. Nou, de boommarter ben ik nog nooit levend tegengekomen, wel dood helaas. Maar bijvoorbeeld een wezel of een bunzing, echt fantastisch. Echt, die heb ik wel eens gezien, dat is super mooi. Maar dat is vaak maar een flits. Maar dan is mijn week ook goed. Of ik nou vogels zie of niet, dat maakt me niks uit. Ook andere dieren zijn super leuk. Of van die schattige muisjes die oversteken. Dat is ook hartstikke leuk. Dus geniet daar ook van. Ik zag nog even een vraag langskomen van Tom. Die zegt, van Rob. Rob, waarom hebben ze eigenlijk de naam Vlaamse gaai veranderd in gaai? Ik heb daar niet direct een antwoord op. Er is op een gegeven moment door een club wijze heren, het zijn altijd heren, die vinden zichzelf heel wijs en die gaan dan bedenken, een aantal vogelnamen die gaan we veranderen. En een van de veranderingen is inderdaad van Vlaamse gaai naar gaai. Waarom? Geen idee. Ik vind het heel gek. Ik noem hem regelmatig ook nog wel Vlaamse gaai. Inmiddels is gaai ook wel een beetje aan het inburgeren, merk ik. Maar ook Vlaamse gaai, voor mij mag je het gewoon nog zeggen. Zo hebben ze bijvoorbeeld de waaierstaartrietzanger hebben ze veranderd naar settiszanger. Ja, ook leuk. En volgens mij wel. En zo heb je nog wat van die veranderingen. Weet je wat, ik ga daar ook wel een keer een item aan wijden. Over veranderde over vogelnamen, wat ze betekenen en de veranderingen daarin. En dan zal ik deze even opzoeken in ieder geval. Ja. Even kijken. Dus de bonus tip. Geniet ook, let ook goed op andere dieren die je tegenkomt. Nou, dan ben ik vandaag alweer klaar. Nou, bijna klaar. Ik wil nog één ding. Kijk, ik heb deze tips met uitleg die ik net heb gegeven. Daar heb ik een e-book van gemaakt. En ik weet niet of je het kan zien. Anders doe ik even de lamp uit. Dan kan je het misschien beter zien. Momentje hoor. Ja, Ton zegt, waaierstaart en setter zijn twee soorten. Ja, volgens mij is de graszanger, is dat nu. De waaierstaartrietzanger is nu de graszanger. En setterzanger was er al. Maar goed, daar ga ik me even in verdiepen. Het is best lang geleden dat ze die namen hebben veranderd. En de waaierstaartrietzanger was volgens mij de graszanger. Ja, dat klinkt veel minder leuk dan de waaierstaartrietzanger. Ik ga even het licht uitdoen, zodat je dit kan zien. Volgens mij kan je het zo goed zien. Of is het nou weer te fel? Even kijken. Ah, kijk. Wat ik heb gedaan, ik heb een e-book gemaakt van deze tips. En als je die wilt ontvangen, gewoon de stukje op. Met plezier. Ik was vandaag bezig met een downloadlink om die te maken op mijn website. Maar ja, ik ben beter in vogels kijken dan in websites bouwen en zo. Dus stuur even een mailtje naar info@vogelwachteradriaan.nl. Dus info@vogelwachteradriaan.nl. En dan hoef je in het onderwerp alleen maar even e-book te zetten of zo. Zoiets, of de tips. Ik wil graag de tips ontvangen. En dan stuur ik je even de tips op. En dan krijg je ook meteen mijn nieuwsbrief.
Die stuur ik nu nog een beetje onregelmatig, maar die wil ik minimaal 1 of 2 keer per week gaan sturen. Met allemaal tips en tricks en andere leuke dingen. Dus, mocht je dat doen, mocht je het leuk vinden, stuur even een mailtje naar info@vogelwachteradiaan.nl. En ik ben ook bezig, ik zag vandaag op het nieuws, dat in nieuws van vogelcursussen worden super populair. Ik ben toevallig ook met een vogelcursus bezig. En die heb ik binnenkort af. En dan zijn jullie de eerste die dat horen. En meer info op dit kanaal ook. En dat komt goed. Gini, leuk dat je dat wil. Moet je even een mailtje sturen naar info@vogelwachteradiaan.nl. Want dan stuur ik je even een mailtje met het e-book. Maar dan zet ik jouw mailadres ook meteen even op mijn verzendlijst voor mijn nieuwsbrief. Dus als je dat even doet, zou heel fijn zijn. Mag ook via Facebook Messenger, maakt niet zoveel uit. Maar als ik dat mailadres maar eventjes krijg. Ik wil ermee ophouden voor vandaag. Superleuk dat je keek. Mocht je net inschakelen, je kan het even terugkijken. Het ging over 5 tips om nog meer vogels te herkennen. Of nog beter vogels te herkennen. Morgen ben ik er weer. 8:30. Tot dan. Echt super bedankt voor het kijken. En adios. Doei. Graag gedaan. Hoi.